Wat is een CAO? CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In een CAO staan afspraken tussen werknemers en werkgevers. Afspraken over zaken als werktijden, roosters, salaris, pensioen en vakantiedagen. Werknemers maken deze afspraken niet zelf één op één met hun baas, maar door in een grote groep en vertegenwoordigd door een vakbond te onderhandelen met de werkgever. Dat is handig, want werknemers en bazen willen nou eenmaal andere dingen en samen sta je sterker en krijg je meer voor elkaar. Betere afspraken dus. Zonder CAO of individuele afspraken tussen werknemer en werkgever geldt de wet. Dan krijg je het minimumloon en maar 21 vakantiedagen per jaar. Met de CAO is dit dus beter geregeld. Voor wie geldt de CAO? Vakbonden sluiten namens hun leden CAO's af met werkgevers. Maar de CAO geldt voor alle werknemers. Dus ook voor werknemers die geen lid zijn van de bond. Vakbondsleden kunnen meepraten en meebeslissen over hoe de CAO eruit komt te zien. Ben je geen lid, dan kan dat niet. Sommige grote bedrijven hebben een bedrijfs-CAO. Die geldt dan specifiek voor dat bedrijf. Andere bedrijven hebben een sector-CAO. Die wordt door de vakbonden afgesloten met meerdere werkgevers binnen één sector. Wanneer een sector-CAO door de minister algemeen verbindend verklaard is, moeten alle werkgevers binnen een sector zich aan die CAO houden. Wat als jouw baas zich niet houdt aan de CAO? Dat mag niet en daar kun je werk van maken. Bekijk goed in je CAO welke afspraken je werkgever niet nakomt en maak dit bespreekbaar. Als je dit alleen niet aandurft, zoek dan steun bij collega's. Komen jullie er samen niet uit of heb je vragen, dan kun je de vakbond inschakelen. Vakbondsmedewerkers denken graag met je mee en kunnen in gesprek gaan met je baas. Mochten zij er samen niet uitkomen, dan kan de vakbond je helpen met naar de rechter stappen. In de meeste gevallen is dit gelukkig niet nodig en kunnen de problemen in overleg opgelost worden. De voordelen voor werknemers zijn me duidelijk, maar wat hebben werkgevers eigenlijk aan zo'n CAO? Door het afsluiten van een CAO maakt de werkgever in één keer afspraken met alle werknemers. Zonder CAO zou je baas met jou en al je collega's apart afspraken moeten maken. Een CAO scheelt hem dus een hoop werk. En een CAO brengt rust in de tent. Omdat afspraken voor iedereen gelijk zijn, krijg je geen scheve gezichten. En dat werkt voor iedereen een stuk prettiger. Waar vind ik mijn CAO? Een CAO kun je vragen aan je werkgever. Of je kunt kijken op www.cao.nl.